Wil jij je huiskamer inrichten zonder naar de winkel te gaan? Of misschien ben je wel benieuwd hoe een dinosaurus eruit gaat zien in jouw achtertuin of op je werk? Dat kan met AR, Augmented Reality. Veel grote bedrijven investeren al jaren in AR. De technologie is al een heel eind op weg. Maar wat is het nu echt en wat betekent het voor jou? Nou, de naam zegt het al, Augmented Reality, de uitgebreide werkelijkheid. Met AR kunnen we digitale objecten in de echte wereld laten verschijnen. Op basis van bijvoorbeeld een omgeving, een object of een gezicht. Laten we dit eens testen. Kijk, zo gemakkelijk gaat dat. Maar AR heeft nog veel meer potentieel. En waarschijnlijk gebruik je het al veel meer dan je denkt. Zoals bijvoorbeeld in de achteruitkijkcamera van je auto. Of misschien wel in Snapchat filters. Of het vertalen van teksten met je camera. AR is weer net anders dan VR, Virtual Reality. Waar je jezelf plaatst in een virtuele omgeving en jezelf afsluit van de wereld om je heen. Naast uitproberen hoe een nieuwe stoel staat in je interieur, of het kunnen lezen van een Chinees bord, heeft AR ook veel meer businessgerichte toepassingen. Zoals bijvoorbeeld een virtuele winkel of een showroom. Of het kunnen kijken naar apparatuur, het kunnen uitlezen en zelfs reserveonderdelen kunnen bestellen. Want zou het niet handig zijn als je precies kon zien wat er mis is met een bepaald apparaat? Of hoe je hem uit elkaar kan halen om bij het verkeerde component te komen? Of zou het niet handig zijn dat als je met orderpikken bezig bent, dat je precies te zien krijgt waar je heen moet en wat de instructies zijn over wat je moet doen? Snel en handig. Je weet nu hoe het gebruikt wordt, maar hoe werkt het nou eigenlijk en wat heb je eraan? Nou, het grote voordeel is dat AR gebruikt kan worden op alle smartphones en tablets van de moderne tijd. Je hoeft er dus geen apparatuur voor aan te schaffen om ermee aan de slag te gaan. AR gebruikt geavanceerde camera's die tegenwoordig gewoon in je broekzak zitten. Ook zijn er speciale accessoires ontwikkeld, zoals een AR-bril die de digitale realiteit nog eens dichterbij laat komen. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het orderpikken, waar we het al eerder over hadden. Ze kan een medewerker in het magazijn precies zien welke route hij moet volgen en ook welke producten er uit de schappen moeten worden gehaald. De toekomst van AR ligt wat mij betreft in het ontzorgen van de mens. Hoe zorg ik er bijvoorbeeld voor dat ik niet 3 maten schoenen hoef te bestellen, maar dat ik even een fotootje van mijn voeten neem en voor dat merk de juiste maten pakken krijg? En hoe zorg ik ervoor dat als ik een shirtje aan wil proberen, dat kan doen zonder het shirtje aan te proberen? Dus de showroom en retail, dat zijn hele belangrijke toepassingsgebieden voor AR. Maar ook, hoe kom ik van A naar B? Zonder dat ik de kaart precies uit mijn hoofd hoef te leren. Of die machine, hoe krijg ik hem uit elkaar? Zonder dat ik een expert ben op het gebied van die machine. En uiteraard educatie. Soms dan wil je gewoon dingen laten zien die je helemaal niet kan laten zien. Er is dus behoorlijk veel gaande in de wereld van AR. Het kan gebruikt worden als speeltje, maar ook als een hele krachtige business tool. Nou, wil je nu meer weten over AR en vergelijkbare technologie? Lees dan verder op onze Insights pagina. Bedankt voor het kijken.